Dames, ik denk dat jullie Steven aan moeten vallen. Ja! Goedemorgen. Welkom terug mensen bij de vlog. Yeah, het is ongelooflijk. Maar ik laat jullie even zien hoe laat ik vandaag ben opgestaan. Ik weet niet of jullie dit zien. Maar het is 1 uur. Maar vandaag gaat het gebeuren, mensen. Ja. Kom maar eens even lekker mee. Want zoals jullie zien, de Sinewall is nog steeds niet af. Maar die gaat vandaag dus afgemaakt worden. Ben komt zo meteen langs om dus al het leer af te plakken. We hebben alleen niet genoeg. Want dat vertelde ik vorige keer. Een paar van die dingen waren dus scheef. Dus we kregen nieuwe. Die worden dus ook zo meteen gebracht. En dan kan hij eindelijk afgemaakt worden. En ondertussen gaan wij even lekker ontbijten. Maar dat gaan we doen in een andere outfit. Wow. Ik weet trouwens, hè, soms zien mensen er dus echt niet uit in de ochtend. Maar ik denk toch echt dat ik extreem geval ben. Ik denk dat het echt met mijn haar te maken heeft. Maar elke keer als ik opsta, ik zie er zo uit. Vreselijk. Het is ongelooflijk, maar ik zit hier gewoon in de ochtend. Of nou ja, middag voor mij. Een lekker steakje te bakken. Normale mensen eten brood, eten cornflakes of zo. Nee, we gaan voor steak. Oh, kijk, lekker hoor. We gaan even proeven. Tijd voor de taste test. Kijk, de garing, een beetje medium rare. Ik zeg jullie eerlijk, hey, dit smaakt top. Kijk eens wie we hier weer hebben. Hey Ben. Eén, goedemiddag. Goedemiddag, en kijk wat we hebben gekregen. Maak eens open, maak open. Oh, je bent er al klaar voor, hè? Ja, wat denk je? Die stonden er op te wachten. Oh, wat zit hierin dan, hè? Extra leer! Ja! Nu kunnen we eindelijk de muur afmaken. Eventjes later. Wow, inmiddels is het alweer avond en hey, ik ben eindelijk weer freshed up. Ben is hier nog steeds bezig met plakken en kijk wat voor rommel dat ook geeft. Maar, dan krijg je ook wat, want we komen daar. Maar, morgen denk jij dat het af is, toch? Ja. Oh, ik ben heel benieuwd. We zijn er bijna. Ja. Ik ben weer op bezoek bij mijn ouders. Wow, ik ben hier lang niet geweest. Natuurlijk mijn ouderhuis. Hey, mis je mij al? Hola. Ah, je liegt, hè? En kijk wie hier ook is. Oh, wie is dit? Is dit Stefan? Oh, wie is dit? Oh, het is Nathalie. Hallo. Nou ja, ik ga nu even gezellig avond eten bij mijn ouders en bij Steven. Dus waar is Steven eigenlijk? Boven. Oh, hij is een bed. Ik ga hem surprisen. En oh, er wordt al lekker gekookt. Oh, lekker eten op de tafel. Maar wij gaan even kijken hoe het met Steven gaat. Ga je mee? Spannend. Yo. Ah, Stevie. Heb je mij gemist, bro? Oh, Steven is weer weg. Hé, hey, maar Nathalie, kom eens. Kom eens. Dit is super interessant. Want kijk, wow. Zo ziet mijn kamer er nu dus uit. Wow. Doe alsof je nog niet geweest bent. Wow. Het is leeg. Je hebt geen bed meer. Wow, maar het is hier zo anders, hè. Nou, ik heb hier geen bed meer. Maar dat is het enige. Het eerlijke ziet er wel gewoon anders uit. Hé, hey, mijn oude studioplek. Wow. Nu is Steven's studio. Maar hé, hey, die van Steven is nog rommeliger. Wow, hé, wie zijn dit? Nou, dit zijn onze dochters. Zak. Is mijn nichtje, zusje van Nathalie. Dames, ik denk dat jullie Steven aan moeten vallen. Ja! Wow, Steven, chickies en zo. Oh. Omdat we Steven zo erg hebben gepest, gaat Nathalie Steven zijn voeten even masseren. Jongens, hij zit ook al aan de bed. Nathalie, kom op nou. Nee, ze heeft ook echt helemaal niks voor je over, hè. Oh, dit kan... Oh, dat vind ik niet kunnen, hoor. Oh. Mijn voeten masseert ze wel altijd. Echt altijd. Ik zie Nathalie weer kijken, hoor. Oh nee, Nathalie wordt nu ook aangevallen. Oké, okay, wij gaan weer naar beneden. Ah. Kijken jullie, hè? Oh, je squeezed mij! Oh. En kijken jullie, hè? Ik word gewoon gepest door kleine kinderen. Oh, nee! Oh, Nathalie, Wat doe je nou? Oh, shit. Nee. Nou, moeders, bedankt voor het eten. Ik ga er even door. Doei! Nou, we zijn weer bij mijn appartement. En we hebben zo meteen een andere bezoeker. En Rihanna hier is een beetje verlegen. Want ze is een... Ja, want ze is fan van diegene. Toch?
Ik hoor dat. Ja, ze doet nu overleden. Ze verstopt zich achter mij. Jullie gaan zo meteen zien wie het is. Ja, rem me weg, jij. Ja. Kijk wie er is, mensen. Did you la tweet tweet? Bro, we hebben een verrassing voor jou, hè? Ja, ik zeg we echt een verrassing, toch? Ben je klaar voor? Ja. Verrassing, kom maar! Hey! Oh. Hallo! Hey, zij is fan van jou, hè? Echt? Ja. Cool. Alles goed? Gio, niet nog jong gaan, hè. De volgende dag. Ik ben weer opgefrist en... Oh, jongens, we hebben slecht nieuws. Oh, zielige Ben hier. Want Ben was bijna klaar met het plakken van dit ding. Zo, kijk eens hoe het er nu uitziet. Maar we hebben een klein probleempje. Want de wand was zeg maar niet helemaal... Ja, of leg jij het maar uit. Kom, leg jij het uit. De wand is niet vlak. Je ziet zeg maar dat de stukken die ertussen gezet zijn... oneffen zijn. Kijk, Hier valt hij terug. Ja, het probleem is, je ziet al die plekken, zeg maar. Of, hier vooral beneden. Je ziet al die plekken en dat is eigenlijk gewoon niet zo mooi. Dus dat is een klein probleempje. Dus ik had de mensen van het leer gelijk gebeld en die komen in het weekend even kijken. Want die waren ook van, dat is niet heel mooi. Dus, waarschijnlijk moeten we dit allemaal weer eraf gaan halen en gewoon opnieuw beginnen. En, dat is zuur, want jij... Ik ben hier lang mee bezig geweest. Het is niet anders. Oh, het is niet anders. Het zijn even wat tegenslagen, maar uiteindelijk... Gewoon weer veranderen. Ik zie Ben hier van binnen doodgaan. Oh mijn god. Ondertussen, nu al het leer van de muur wordt weggehaald... gaan wij deze skate decks ophangen. Want deze komen dus mooi daar te hangen. Uiteindelijk komt er ook nog een zwart vlak omheen. Ja, jullie snappen het waarschijnlijk niet. Jullie gaan het waarschijnlijk wel snappen als het er eenmaal staat. Dus dat gaat nog gebeuren. En als we even hierin komen... opeens staat er een paal midden in mijn hal. Maar dat komt dus. We hebben daar een reparatie uitgevoerd en dan moeten we ondertussen even drogen. Dus dit houdt het zeg maar even strak tegen het plafond. Even paal dansen, je weet toch. Oeh, kijk eens aan mensen. Hij hangt. Ja, dat is er weer eentje bij. Maar hier wil ik dus zo'n zwart vlak omheen laten verven, zodat hij nog meer popt, zeg maar. Maar hey, ik zeg je eerlijk, ik vind hem nicer. We hebben nieuwe bezoekers, mensen. Hallo, kijk mensen. Dit is Mark. Hij is van de camera-installatie en een vriend van mijn vader. En hij gaat camerabewaking bij ons installeren, want het moet een beetje veilig zijn. Ik wil namelijk die kast vullen met allemaal zieke spullen. Maar dat durf ik nu nog niet, omdat er zoveel mensen rondlopen. En dat is gewoon niet veilig. Maar daar hebben we jou voor. Ja, maar daar hebben we echt iets heel vets voor je meegenomen. Oh shit, hij heeft een verrassing. Hij heeft een verrassing. Ik denk dat er maar weinig zijn die deze hebben. Dit lijkt oprecht gewoon op een cameradoos. Ja, maar dat zit er niet in. Hè? Oh shit. Het is wel de bedoeling dat die daarin gaat komen. Oké. Ja. Oh, moet ik gewoon openmaken nu? Ja, wacht even. Oh. Boys, verrassing. Ja, het is altijd leuk. Oh mijn god, het is mijn eigen camera! Wat is dit? Niet vasthouden. Oh, niet vasthouden. Oh. Wow, het is die nieuwe stenen Gucci bag. Oh mijn god. Mensen, wat is dit? Oh ja, hey, dankjewel. Wat is dit? Hey, dit is wel nice, man. Dit is wel nice. Ja. Dit is een nieuwe Gucci bag. Maar ik kan dus niet hier aan vasthouden. Nee. Oh. Ik heb gewoon op steen gekregen. Nice, hey, top. Thanks. Nou kijk mensen. Prachtige steen gekregen, ja. Check eens wat voor high-tech spul ze nou weer hebben meegenomen. Dit is zijn camera. En hij vertelde net, blijkbaar als er iemand binnenkomt, deze kan dus 360 graden draaien, gaat hij hem automatisch ook volgen. Wow, check dit hè mensen. Hij volgt mij gewoon als ik loop. Hé. Hey. Hij volgt je ook echt goed. Hé, hey, wat een stalker is dit. Wow, kijk. Check dit hè. Als ik hierheen beweeg, hij volgt mij gewoon. Hé, hey, ik kan niet ontsnappen, man. Hé, hey, wel lijp dingetje hoor, lijp ding. Oké, we hebben een paar camera's geïnstalleerd. Binnenkort krijgen we ook nog een alarmsysteem en nog wat camera's. Dan is het echt goed beveiligd. Hé, hey, Mark! Hé, hey, wat doe je daar? Oh, wat doe je daar nou? Ik ga geopraktijken. Mijn huis is nog steeds één grote troep. Moet je eens kijken. Maar vandaag gaat er een heleboel gebeuren. Ik hoorde namelijk net dat de spiegel voor in de badkamer en wc beneden staan. Dus ik krijg eindelijk een spiegel. Kijk, zoals jullie zien, mijn föhn staat hier aangesloten. Want tot nu toe gebruikte ik altijd gewoon deze. Maar het is natuurlijk veel chiller om gelijk in de badkamer de spiegel te hebben. En we zien hier allemaal dingetjes staan. Dit is voor de wifi. Dit is het alarm wat ik krijg. Yeah, goed alarmsysteem. En dit wordt ook vandaag allemaal geïnstalleerd. Door onze man Hiro. Tada! Superstar! Mensen, de spiegel is geleverd, maar we hebben een klein probleempje. Kijk hoe groot hij is. Yo, we moeten hem boven zien te krijgen, want dit is dus één lange spiegel. En ik weet niet of jullie het zien, maar dit hierachter is de lift. Nou, best groot ding. De spiegel is 3 meter. Hey Ben, ga er eens naast staan, ter vergelijking. Hallo.
dat is twee keer over Ben. Nou, drie keer. Niet bescheiden. Drie keer? Ja, wel helemaal. Oh, daar gaan we hoor. Hé, hey, dit is wel eng. Oh, hé. Het werkt, boys. Oh, en kijk trouwens hoe de Sinowall er nu uitziet. Ze hebben er dus een plaatje weer overheen gemaakt, zodat alles glad is. En dit gaat niet vandaag, maar ooit beplakt worden met leer. Kijk trouwens hoeveel rommel ik hier ook heb staan. Sommige dozen zitten vol, sommige leeg. Ik weet het allemaal niet meer. Maar dit hier zijn bijvoorbeeld de lampen die we gaan ophangen. Deze komen in de studio. Pretty damn nice. Die komen in de hal, yeah. En zoals jullie waarschijnlijk al weten, alles werkt gewoon weer met mijn stem. Ja, ik word luier en luier. Alles moet gewoon geautomatiseerd. Ben, jij zal nooit geloven wat ik heb gehaald. Ik heb net een pakketje binnengekregen. En wat was het? Wat denk je dat dit is? Het lijkt op een haai, man. Hey. Kijk eens, Ben! Dat is een ukulele. Ja, dat is een ukulele. Ah, dat is leuk. Ja, toch? Dat is leuk. Ik ga leren hoe ik ukulele kan spelen. Oh, kan je dat? Kan je dat? Dat is een leren. Dat is Ben's instrument. Ik heb ooit toch een keer gitaarles gehad. Echt? Ja, Nou, het klinkt niet. Klinkt niet. Ja, is niet te zien. Kijk, mensen, ik heb inderdaad even een ukulele gehaald. Even, wanneer ik niks te doen heb, ga ik even leren spelen. Je weet toch? Wat een herrie hier. Hey, dit is echt niet normaal. Mensen, het gaat gebeuren. Ze gaan de spiegel installeren. Maar het geeft toch zo'n herrie. Oh, wat een boormachine ook. Oh, voor zo'n klein gat zoveel herrie. Wow. Hey, check hoe nice deze gaat worden. Ik zoek mijn gat. Oh, hier. Even wat chakken hier. Ik zit hierin. Ja. 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 En jij ook? Nee, ik ook. Hij hangt. Okay. Hij hangt. Hij hangt, heren. Ik heb eindelijk een spiegel. Ja. En schrikken, hè, nu, hè? Ja, oh, zo, schrikken, ja. Zo. En allemaal die lelijke kerels. Mensen, het is ongelooflijk. Ik heb eindelijk een spiegel in de badkamer. Wow, de badkamer is nou echt bijna af. Alleen het plafond eigenlijk nog, volgens mij. Maar volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag. En we gaan ook nog eens de rest van de skateboards ophangen. We hebben deze drie en ook nog deze hier. Deze zijn natuurlijk al opgehangen en deze zijn natuurlijk ook de mooiste. Maar nu komen deze vier nog bij. Alleen dan wel op een ander plekje. En dat namelijk hier in de hal, als je binnenkomt. Yeah. Eventjes later. Kijk eens wie we ook weer hebben opgehaald. Oh, je zit ook live. Oh, je zit te livestreamen. Hey mensen, welkom bij de vlog. Hoi Nathalie. Hoi Andy. How are you doing? Good, how are you? Oh, zie je er weer goed uit. Het is maar... En Nathalie ziet er weer goed uit en zo. Nou, we hebben Nathalie ook weer even opgehaald. En we gaan weer terug naar het appartement. Kijk, daar zijn we weer. En Nathalie, hey, ik moet jou eens showen. Kom, 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 kom. Ja, ja, ja. Ik heb een spiegel. Dat is echt vet gaaf. Ja, toch? Hey, wacht, check. Hij geeft licht! Dat is echt vet gaaf. Deze is nice, hè? Met je dingetjes bedienen. Met wat? Met je dingetjes. Oh, nee, nee. Deze kan ik nog niet met mijn stem bedienen. Maar ik ga wel regelen dat het mogelijk gaat zijn. Duurt alleen nog even en dan... Zet de spiegel op blauw. Nee, dat werkt nu nog niet, maar... Later wel, later gaat het wel. Ik zou zeggen, zet de spiegel op blauw. Ik kan het zo instellen allemaal. Maar ik ga dus ook weer bewegingssensors neerzetten. Dat je er automatisch alles aangaat als je... En dan ga je een ik heb het niet verstaan. Kijk wat je hebt gedaan, Nathalie. Kijk wat je hebt gedaan. Kijk wat je arme Google aandoet. De skatedecks zijn inmiddels ook opgehangen. Maar om eerlijk te zijn, ik weet niet of ik deze hier mooi vind. Dus ik denk dat ik deze weer weg ga halen. Het is zeg maar, als je aankomt lopen, je ziet... Dit aan de zijkant. En ik weet nou niet echt of ik dit mooi vind. Dus ik denk dat dit weggaat, maar laten jullie weten of jullie dit mooi vinden. Maar deze in de slaapkamer vind ik daarentegen wel weer heel vet. Ja, Nathalie vindt deze sowieso ook niet heel nice, maar smaakverschil laat ook weten wat jullie hiervan vinden. Ook is, zeg, wat? Als je hier zo die tv hebt en jouw kennende wil je zo'n tv, dan zit dat dus zeg maar hier tegenaan. Nee, nee, zo groot wordt die ook weer niet, hoor. Oh. Nee, 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 nee. En inmiddels is mijn alarmsysteem ook geïnstalleerd van het bedrijf Ajax. En dat is niet het voetbalteam Ajax, maar het bedrijf. Volgens mij kennen de meeste van jullie dat wel. Ze doen heel veel bewaking en shit. En het vette is, ik kan dit alarm dus verdienen met mijn app ook. Check dit, op mijn telefoon. De sleutel. Ik heb dus ook nog een echte sleutel, maar ik kan ook gewoon mijn telefoon gebruiken. En kijk wat er gebeurt als ik hier op druk. Piep, piep. Oh, oh, hij piept. En dan moet je dus voor die tijd weg zijn en je kan hem dus ook weer uitzetten. Maar mijn huis wordt dus ook weer steeds beter beveiligd. En check dit, ik heb nu dus allemaal gekke sensoren in mijn huis en zo. Alright, het is inmiddels alweer avond en wow, ik heb vandaag echt helemaal niks gedaan. Ik heb gewoon een beetje tv zitten kijken met Nathalie en zo. Die is inmiddels ook alweer thuis en dat was eigenlijk ook alweer voor deze vlog. Dus hey, like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.